Speciaal welkom voor de mannen en de vrouwen in het groen. Fijn dat jullie er dit jaar ook weer zijn. Het mooie is, de traditie is eigenlijk vorig jaar ontstaan, dat de jongste en een van de ouderen samen het koor dadelijk door gaan slaan. En het bord onthullen om wat eigenlijk het hele jaar door Café Spinners heet, maar de komende week speciaal ter ere van jullie, Café de Pontenier, om dit officieel te gaan openen. Dames en heren, blij dat u alle hier bent op het Ponteniersplein, wat we ons vorig jaar toegeëigend hebben, laten onthullen door Bart. En we hadden allerhande soorten pleinen, alleen dat plein misten we nog. Dus dat zal tijdens de vierdaagse blijven bestaan. We gaan dadelijk het bord onthullen. En dat bord, daar staat iets speciaals op dit jaar. Ik vertel nog niet wat, dat kunnen we dadelijk zien. Als dat gebeurd is, dan hebben we voor jullie nog iets leuks, een leuke herinnering. Wat ook voor het hele peloton is wat hier in Kuik is. We hebben 150 stuks laten maken, zoals we ongeveer 150 militairen zijn. Daarnaast geven we jullie nog veeltjes mee. Want wat zou er lekkerder zijn als op het kamp, op een veeltje van Café de Pontenier, een biertje drinken. Dan hebben we dit jaar ook nog t-shirts laten maken voor de zeskampploeg van de Ponteniers. Aan de zijkant Spinners een andere naam op laten zetten, zodat we altijd kunnen zien dat het toch de shirts zijn die niet, want hier staat niet de Gold War van 275 jaar. Ja. Dus, maar, ook, het is ook een beetje een andere kleur. Dus ik zou zeggen, heren, onthul het doek. Oh. Nou ziet u, dames en heren, dat er iets anders op staat als afgelopen jaar. Daar staat namelijk 30 jaar op. Meneer Frank, ik kom verder. Goed, zeg. En dit is dus voor alle militairen die hier in Kuik zijn. Ja, daar heb ik het doosje mee. Op een gegeven moment kwamen we altijd bij Frans. En die zorgde zo goed dat ze de staf daar de CP in richtte. En een lijnverbinding richting Kampli. Nou, dat leek me niet zo'n goed idee om dat door te zetten en dan weer een nieuwe traditie in te blazen. In een café een CP inrichten, geen strak plan. Maar, wat ze op een gegeven moment ook deden, omdat dankbaar waren naar Frans, dat ze de hele gevel eruit haalden en een of ander ponton naar binnen drukten. Want dat past niet door de deur. Nou, de pontons staan nu hier binnen, vindt ze? Nog steeds, jazeker. Dat is een stuk van de buitendraaier van de Vouwbrug. Ja, die kunnen jullie allemaal donderdag zien. Moeten we wel hier naar binnen, dus dat komt helemaal goed. Wat er gelijk ook bij kwam, was dat bord, Café de Pontenier. Ja, 30 jaar. Dus dat proberen we nog even door te zetten. Ja, ja, zeker. Zolang het goed gaat. Hè? Ja, goed gaat. Dankjewel. Just talk, that's all I'm
geweest. En wie het laatste kwakkie in de emmer heeft gedaan, die moet met de koperen pot rondgaan. Ja, 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 dus hij roept u voor het korps Pontenius. Hey, acht, rechts, om, voorwaarts. Maar.